Goeiedag. Een op- en top zomerdag hebben we gehad vandaag met hoge temperaturen, zomerse waarden in het zuidoosten van het land, zelfs tropische warmte van ruim 30 graden. En verder veel ruimte voor de zon, maar helemaal strak blauw was het niet. We zagen van tijd tot tijd ook wat sluierwolken overtrekken. Dat op nadering van een koufront. En dat koufront trekt komende nacht over ons land, waarachter, zoals de naam al zegt, veel koudere lucht aanwezig is. Nou, daar krijgen we vanaf morgen mee te maken. Dat koufront zien we ook op de animatie passeren, vanavond en vannacht. Daar vallen een paar buien op, maar morgen zitten we alweer daarachter met flink wat ruimte voor de zon, maar dus wel veel lagere temperaturen. Komende zaterdag zien we een nieuw lagedrukgebied vanuit het westen naderen met opnieuw kans op buien. Maar hoe zwaar die gaan uitpakken, dat moeten we nog even afwachten. Ook kan het dan wel weer even wat warmer worden. Verder zien we rondom de Alpen van tijd tot tijd flink wat buien. En dat kunnen echt zware buien zijn. En we gaan ons even daarop richten. Op deze animatie, en dat begint met vanmiddag, zien we hier een pluk met hele zware buien over Zuid-Duitsland, het laagland van Zwitserland en Noordoost-Frankrijk trekken. En morgen opnieuw een serie behoorlijk forse buien. In de ochtend al, maar in de namiddag en avond opnieuw zware onweersbuien met kans op grote hagelstenen en ook zware windstoten. Hou daar even rekening mee als je in die regio op vakantie bent, dat het daar echt wel even heftig kan uitpakken de komende 2 à 3 dagen. Terug naar ons eigen land zien we op dit moment hoge temperaturen, begin van de middag. Veelal zomerse waarden, langs de kust iets lagere temperaturen. Dat komt omdat de wind daar uit het westen komt. Maar landinwaarts dus, regionaal tropisch warm. Net na het middaguur was het in het zuidoosten al lokaal 31 graden. En daar kan de komende uren nog wel een graadje bij komen. Nou, vanavond en vannacht koelt het dan geleidelijk af naar zo'n 20 tot 24 graden. En in de loop van de avond ontstaan dan met name in het oosten van het land, op nadering van dat koufront wat ik net al noemde, een paar buien. En dat kunnen best stevige buien zijn met kans op onweer en misschien ook wel wat hagel. Nou, vannacht in eerste instantie nog een paar regen- en onweersbuien. Die trekken geleidelijk naar het oosten weg. Dan daalt de temperatuur naar 16 graden. En later in de nacht raakt het vanuit het westen bewolkt en volgt er een nieuwe zone met wat regen. Dat is dan het koufront. En daardoor is het morgen een stuk minder warm. Middagtemperaturen dan rond normaal voor deze tijd van het jaar. Zo'n 20 graden in het noorden en misschien nog net 25 graden in het zuidoosten van het land. Maar dat is wel plaatselijk. Het waait stevig, windkracht 4 tot 6 uit het westen tot zuidwesten. En er is geregeld ruimte voor de zon, maar in de middag kan met name landinwaarts ook een enkele bui vallen. Nou, dat weerbeeld zien we de dagen daarna aanhouden, al springt zaterdag er wel uit. Aan de voorzijde van dat nieuwe lage drukgebied kan het tijdelijk wel flink warmer worden. Zomerse temperaturen, met name in het binnenland. En later kan dat ook resulteren in een paar regen- en onweersbuien. De dagen daarna ligt de temperatuur opnieuw rondgemiddeld voor deze tijd van het jaar. Met vrij veel ruimte voor de zon. Ik wens u nog een mooie dag.